laatste wedstrijd van de competitie tussen Eindhoven, de nummer 15 van de ranglijst, en FC Den Bosch, 18e. Het gaat vanavond om de eer van Brabant. Simons zoekt leader. Simons, Rottier, eerste schot en de redding van Hinkie, noodzakelijk eerste kans voor Eindhoven. Hogenia. Hogenia, achterlijn halen, voorzetten. Dat is knap gedaan, alleen, ja, dat is de kopbal van Slegers en de redding. Prima, de tweede redding van Hinkie. Voorbij Laros en dan naar de kopbal en het handje van Hinkie. Vierde minuut, schot van Rottier. Negende minuut, kopbal Slegers. En dat was het voor wat betreft de spectaculaire momenten in de 16 van de beide ploegen. En om spectaculaire momenten te creëren in de 16 moet je er komen. En dat lukt Eindhoven hier weer niet. De Groot, die gaat de verkeerde kant op. Laros weet wel waar het doel staat, waar Den Bosch naartoe moet, maar Roland Mand levert in. Rottier, loopactie is van Eugenia. Die gaf al een keer een hele goede voorzet. Dit is aardig. Leader, schot geblokt. Dit is dan wel weer een mogelijkheid voor Eindhoven. Eugenia met een slimme voorzet aan de bal. Kijk, de loopactie van Leader. Leader met het schot. En Beter staat in de weg. Aardig gedaan. Roland Mand. Die probeert het maar eens. Ja, waarom ook niet? Roland Mand. Slaat Verbeek over, vindt Mulders. Gestaffelde dekking van twee man. Verbeek. Van Hedel en schot geblokt door Amevor. Grootste kans voor FC Den Bosch. 49e minuut. Rijn van Hedel. Schiet die bal recht tegen Amin vooraan. El-Bouchatoui. Wouters gaat aan de linkerkant. Goeie steekbal van El-Bouchatoui. Slegers krijgt die bal niet lekker aangespeeld. Simons. Hamer is uit. Simons. En weer Hinkie. Simons dichtbij. Het is de eerste keer dat hij op moet treden. Nou zeg, we zijn 5-6 minuten onderweg in de tweede helft en we hebben al drie aardige mogelijkheden gezien. Rottier, bal kwijt aan Laros. Hier is Slegers en daar is de goal. Joey Slegers, 1-0 voor Eindhoven. Voor Slegers. Het eerste doelpunt sinds 15 december. Dat is belachelijk lang voor een speler van het kaliber Joey Slegers. Laros verspeelt de bal. El-Bouchatoui, prachtige paas op Slegers. En hij met 1-0. Mulders. Het antwoord moet komen van Den Bosch, maar het is de bal kwijt. Simons, goede actie. Leader zoekt de mogelijkheid voor een schot. Maar Leader is ver en vindt de voeten van Hinkie. Den Bosch zorgt in balbezit, loopt daardoor steeds achter de bal aan. En Eindhoven kan weer komen. Weer zo'n goede bal van achteruit. Simons nu op Slegers. Heeft Wouters bij zich. Voorzet op Leader en die krijgt hem er niet in. Borklan. En dat is een aardige poging van Boumassoudi. Loopactie komt van Simons. Heeft Rottier dat gezien? Wil hij daar de bal heen brengen? Nee, hij gaat liever naar de andere kant. Daar is Dalhaus! Zo, wat een kans! Voor Jasper Dalhaus. Simons gevonden. En de kopbal gaat erin! Het is Ozan Kutcu
die de wedstrijd beslist. En dat is dik verdiend voor Eindhoven. Dat een van zijn beste wedstrijden, zo niet zijn beste wedstrijd speelt van de laatste twee maanden. Prima voorzet van Sven Simons. En Kutsu als invaller, zijn 12e van het seizoen. Dit is het einde van de voetbalcarrière van Mart Lieder, de man uit Purmerend. Rotier, aardig aangenomen. Rotier voor de 3-0. Nee, weer Hegi. Ja, het zit er zo'n beetje op voor Eindhoven en FC Den Bosch. Sterker nog, het zit er helemaal op het voetbalseizoen 2023-2024. Twee ploegen die vast hoger hadden willen eindigen. Volgend seizoen beter voor Eindhoven en Den Bosch.